Welcome, leuk mensen. Okay, it is the eerste week van september. The week begins from 2 september tot en met 8 september. In deze week, it is een opgelucht week voor jullie gelukt mensen. Daar zijn issues met de family. Mensen, dat was financieel instabiel, dat woord gebalanceerd. Dus dat is zeer, zeer positief voor jullie leuk mensen. De energie van de vijf van Bochel beëindigt de week. Het is de energie van de week, maar het is verdriet over een situatie dat je gaat achterkomen. En de situatie heeft mee te maken met je broer of je zus of een kennis dat je komt achter dat een relatie tussen je broer of de kennis of een zus of een broer. Maar it is so it says there is some sort of a roddle over a group of vrienden dat misschien je zus of je broer is bij in betrokken. En dat is niet fijn. Okay, dus in the beginning van de week, there is a situation with the magie, it's komt out. En wat gebeurt hier is dat als je gaat scheiden, of je bent uit elkaar, of je bent al gescheiden, je gaat even achterkomen dat de family had heel veel geld opgelegd. En it is so it says, je ziet dat die andere kant, bijvoorbeeld je bent getrouwd, je bent gescheiden, en je gaat even achterkomen dat je vrouw of je partner hebben jou opgelikt. Oké, dit is een situatie dat komt best wel uit in deze week. Oké, je komt achter en je recognize dat, hey, deze persoon had mij gewoon getrouwd voor gewoon geld. Het voelt niet goed, het is niet goed, maar dat ga je realiseren. Oké. Dinsdag, je komt achter iets over, misschien dit is je supervisor op de workfloor en een jong stiermaak of steenbok. Maar, word voorzichtig, oké? Want de oude man, dit is een oude visgreep of scorpion man en een jonge, en jonge, dat is een maag, wees voorzichtig, deze twee man, het is niet vader-zoon. Ik ken best wel vader-zoon voor sommige van jullie, maar je komt achter. Dus ik ken een man en zijn zoon dat ze hebben teken gewerkt, okay? Of dit is een co-worker. Deze oude co-worker met deze maag, jongen. Wees voorzichtig dinsdag op je werk of in je omgeving. Misschien is je oom en je neef, okay? Mogelijkheid en je stand stevig in je schoenen omdat je wil gewoon je geld. Je wil gewoon je geld terug. Je stand stevig in je schoenen om some sort of a balance te creëren. Oké. Het is een situatie waar sommige van jullie is gescheiden en is achtergekomen dat iemand heeft zoveel geld opgenomen dat jij je geld kan niet terugreiken. Dus het is een scheiding en het is een situatie waar. Als je was getrouwd met een jonge dame, het komt nu uit, yes. Als je was getrouwd met een jonge dame, deze jonge dame heeft een manier waar ze heeft heel veel geld opgelikt. En jij stond stevig in je schoenen woensdag, dat hey, niet mijn probleem, maar ik wil mijn geld terug, okay? Ik zie dat je zit echt stevig om te zeggen, ja, ze weet donders goed wat ze heeft gedaan. Maar ik wil mijn geld terug. Het is niet mijn probleem waar ze moeten geld van krijgen. Ik wil mijn geld terug. Dus echt, dit is een situatie waar het is iemand dat is gescheiden. Is uit elkaar gekomen en recognize dat tussen de tijd van de scheiden of een maand of zo voor de scheiden. Deze vrouw heeft een heleboel geld uit die hypotheek genomen voor de huis. Okay? Dus hier. Een eind komt. So it says, jij besluit, ja, als ik krijg mijn geld niet, dan ga ik geen alimentatie, geen kinderbijslag of whatever kan betalen van wekens, doordat, ja, het is niet, ik zie geen van mijn geld terug, dus ja, wat ze heeft genomen, dan betaal ik geen alimentatie en
kinderbijslag of dat soort van dingen. En ja, weet je, veel mensen gaan zien dat je staat in je recht om te zien wat is precies bij jou is gebeurd. En hoe deze persoon even gewoon een situatie kan manipuleren. Oké, dus dat komt ook op. Daarnaast, we gaan even kijken. Ik zie verdriet, verdriet. En elke wordt gepakt. En je gaat weglopen, omdat je gaat recognize dat iemand aan je telefoon, of iemand was aan je telefoon. Dus het is zo, het zegt. En als je binnen akker, je wordt gepakt. Dus ik waarschuw jullie, als je binnen akker, je wordt gepakt. Als je achter iemand telefoon of computer, je wordt gepakt. Oké. Ik zie verdriet, omdat met zo'n soort van gesprek. Zulke van jullie gaat iemand telefoon even bekijken, in iemand telefoon gaan kijken. En dat brengt wat verdriet en je gaat behindigen een relatie en weglopen. Oké. Dus is zo, het zegt, ja, je vertrouwt iets niet, je kijkt in iemand telefoon en je recognize iets. Oké. Je bent zo, het zegt, sommige van jullie worden een beetje moe van je moeder. Zo, het zegt, alles is te veel. Zij wordt irritant, jij wordt irritant. Dus ik zie dat sommige van jullie gaat vluchten. Omdat, ja, dit is een situatie met de moeder. Sommige van jullie gaat vluchten. Omdat, ja, het is zoiets als je hebt je eigen dingen. Maar ja, ze maken het moeilijk voor jou ook. Oké? Dus ik zie dat sommige van jullie gaat vluchten. Oké. Nou, wat ik moet tegen jullie zeggen is dat. Weet je, als je weet dat je houdt niet van iemand, moet je dat niet zeggen. Ik waarschuw jullie. Als je weet dat je houdt niet van iemand, zeg het niet. Oké? Omdat jullie gaan gebruiken liefde om tegen iemand te zeggen, maar je gelooft het zelf niet. Je weet dat je gelooft het niet. Voor sommige van jullie, de ruzie tussen u en je liefde. Het komt goed. Jullie gaan het uitpraten. Oké? En dat gaat in de weekend. Jullie gaan het echt uitpraten. Heleboel informatie is boven water gekomen. Je gaat achter heleboel informatie achterkomen in de weekend. Ik denk dat doordat je gaat met iemand om iets uit te praten, dan krijg je heleboel dingen te weten. Dat komt boven water in de weekend. Dus wees voorzichtig. Als ik heb gezegd, de vijf van Bochel. De energie van de vijf van Bochel is hier. En de energie van de vijf van Bochel heeft mee te maken met een situatie, een family situatie. En deze family situatie heeft mee te maken dat je kind of iemand in de family, some sort of a rechtszaak of iets wat je kind. Of iemand in de familie is terechtgekomen. Misschien ja, some sort of a, misbruik. Vechtpartij thuis. De kinderen worden uit het huis gehaald. Dat soort van dingen. Misschien heb ik gebeld omdat de familielid en zijn partner is niet goed. Maar dit kan leiden fatal uit. Oké? Niet voor iedereen. Oké? Het is voor iemand die laatste, maar dit wordt echt emotional uitgepakt. Waar de politie of iemand of die komt de kinderen weghalen. Het staat stevig in je schoenen, weet je. En ik zie dat je wordt betrokken daarbij. Waar jullie moeten geholpen aan de situatie, oké. Daar is echt een family issue in deze week. Moeilijkheid met family issue. Sommige van jullie gaan nou echt zien dat het is beter je loopt weg van de familie of je laat zelf een situatie even uitzoeken. Want ja, deze family issue is zo, het zegt, dit is groter dan mijn. Jullie hebben help nodig, oké. Dus ik zie dat sommige van jullie gaan besluiten om help in te halen in een family problema of een family issue. Je ziet dat misschien het is beter om help te gaan vragen.
voor deze family issue. Omdat deze family issue, je ziet het niet opgelost op de manier dat het zo gaat. Okay? Voor sommige van jullie is jouw familie, sommige van jullie kennen buren, sommige van jullie kennen een family of misschien werk je met family en dat is het. Oké. Okay. Centraal van je week is dat als je verwacht geld, het komt terug. Dat is van meestal van jullie. De conflict is over. Als een broer, als voor sommige van jullie, jullie en je broer, als je broer is een crave of een boodschatter, je hebt some sort of a scrabbling met de persoon en het gaat over geld. Ik zie dat je moeder gaat instappen om dit even aan de te doen, oké? Okay? Nou, je moeder, voor sommige van jullie, je moeder is hier, maar voor sommige van jullie, je hebt verdriet over een situatie met een stiermaak of steenbokvrouw, omdat je recognize dat deze persoon was meer family voor jou, oké? Okay? Dus, je hebt echt nou verdriet over een conflict dat is gebeurd. Je had wel verdriet hierover. Het is best wel moeilijk. Sommige van jullie krijgen ruzie met je kennis of je vrienden of zo, omdat iets komt uit over een boodschatter jongen en een crave jongen. Oké, okay? Er is some sort of a conflict. For some of van jullie is a crave. Maar deze jongens, okay, and so it says, misschien is je kind, dat je hoort over some sort of a gossip over je kind, and some sort of a same-sex relatie. Ik ken je kind, ik ken je broer, ik ken je eigen partner, dat hij is met iemand van de same sex, die kunnen worden kapak. There's, gossip. Heel veel, praten daarover. Wat voor jou doet je wat, snap je? En zo het says, hoe weet deze persoon en waarom is dit nou zo bloot out? Oké, so voor sommige van jullie, ik denk niet dat het schaamte. Het is gewoon, waarom heb iemand niet zijn bek gehouden? Snap je? Het is niet zo veel van schaamte, maar het komt. Er is some sort of a ruzie. En voor sommige van jullie is je eigen partner. Dat wordt kapak met een andere in bed. Oké? En grote ruzie, maar je bent zo, het zegt, weet je wat, fuck it, ik laat het. Oké? Er is heel veel conflict. Omdat ik zie dat sommige van jullie denken, het was beter. Ik voel me gelukkig, neken van bokkel. Sommige van jullie, zoiets als, ik had mijn gewoon gelukkig gevoel bij een stiermaak of steenbok. Ik weet niet wie deze vrouw is. Is deze vrouw is betrokken bij jou? Maar het is zoiets als, hier het is waar je bent, je voelt je niet zo gelukkig, omdat je geluk vindt je is bij deze vrouw. Oké, okay? Een oude stiermaak of steenbok. Deze vrouw is 50 jaar ouder. En sommige van jullie veel, daar vind ik gelukkig. Misschien is je tante, misschien is de familielid, maar daar vind je gelukkig met deze persoon. En zo is het, deze persoon geeft je innerlijke rust. Oké, okay? Dat komt op. Dan als we gaat even de week, even maandag, je krijgt om te horen. En misschien krijg je om te horen of je krijgt some sort of informatie of je krijgt om te horen van de kennis van jou, zeg maar dat je was getrouwd, je bent gescheiden, dat je vrouw of je ex-man of je ex-vrouw hebben heel veel geld opgenomen, oké? Okay? Ik zie dat die mensen gaat recognize dat deze jongste maag en stenbog vrouw
samen met een boodschattenman heb je opgelikt heleboel geld. Oké, deze twee mensen. En ik zie de huis moeten verkopen om jou je geld terug te krijgen. Dus een boodschattenman en je jong ex, stiermaak of steenbokvrouw. En een boodschattenman heb je heel veel geld opgelikt. Ja. De energie van de 10 van Pentacles. De energie van de 10 van Pentacles. En dat komt vanuit deze problematische situatie. Waar heel veel van jullie recognize hoeveel geld ben je kwijtgeraakt. En je hebt deze geld kwijtgeraakt van wekens dat je ex-partner, man of vrouw, samen met hun nieuwe partner heb je echt opgelikt. Nou, ik heb het gezegd tegen jullie, een situatie op woensdag, mensen gaan de akker gepakt. En deze akker moet heel veel geld even gaan betalen. Omdat mensen komen achter dat de akker was aan iemand's computer. Oké. Vrijdag, ik zie dat je gaat stoppen met de uitgaan party. Weet je, vrijdag is een gelukdag. Ik denk dat vrijdag ga je op bezoek bij iemand. Ja, yeah, vrijdag is zo. Het is. Ja, de eind van de moeilijkheid is over. Dus ik zie je vrijdag. So, meestal van jullie gaat uitstappen vrijdag, oké? Okay? Maar sommige van jullie gaat gewoon. Like je gaat even kiezen om connect met iemand. Je gaat, ja. Yeah. Weet je, de feestje, dat soort dingen. Sommige van jullie hebben geen meer trek in. Dus als we kijken, vrijdag is zoiets als de eind naar de financiële moeilijkheid. Maar toch, je bent blij. Je gaat even uit gaan vrijdag. Maar later passen. Ja, is zoiets als je wil connect met iemand. Je wil met iemand, oké? Okay? Je mist dat persoon. En je wil gewoon met dat persoon. Dus ik zie dat sommige van jullie gaat even waar je voelt thuis bij iemand. Oké? Vrijdag. Ik zie dat je wil daar gaan. Ja, het is zo. Het zegt, ja, ik hoef niet de feestje en zo. Ik wil gewoon lekker met iemand kan even eten en even rustig thuis in de weekend. Oké, okay, misschien is het bij je moeder, misschien. Maar het is iemand dat je have, je voelt je gelukkig bij. Oké, okay, dus dat komt op. Dus mensen gaan nu recognize wat een boodschattenman en een stiermaker steenbokvrouw heeft gedaan. En hoeveel geld hebben ze jullie lukmensen opgelekt. Heel veel van jullie lukmensen komen achter en gaat even achterkomen. Er is some sort of a geheim. Over een heleboel geld. En zoiets als iemand kan je helpen om deze geld terug te krijgen. Hier zeg ik, vrijdag voel je echt opgelukt. Opgelukt van wekens door je financiële moeilijkheid is nou over. De energie van de ster is like in de weekend. Je gaat echt besluiten iets te beëindigen. Ja, yeah, voor sommige van jullie is zo, het is ja, is beter dat ik behind een situatie. Ja, het is zo, het is ja, dit doet me niet wat. Dus in de weekend, je gaat echt een situatie beëindigen. Zo, het is, je hebt geen gevoelens voor dat situatie, oké? Okay? Dus ja, ik zei toch, heel veel geheim komt uit over een stiermaak of steenbok persoon. Deze is iemand, je krijgt om zoveel dingen te horen. Deze jonge dame had zoveel geheim. Is een stiermaak of steenbok. Heel veel geheim uit deze persoon. Oké, okay? En je komt daarachter. Wat de geheim was van deze persoon. So it's iemand zit jou te vertellen, maar het is iemand dat je had een kind met, of je had some sort of a family bond, je was getrouwd daar. Oké, okay, de moeilijkheid, financiële moeilijkheid, komt tot een einde.
And the Aaron is that some sort of a beoordeling. It's come out in the weekend. But you was so it says, ooh, okay, all right. Then maandag, you have the energy from the magie. It's come dingen dat was achtergehouden over your ex of your ex-partner of your ex. So maandag, dinsdag krijg je genoeg om te weten. Woensdag staan je stevig op je schoenen dat je wil je investment terug. Het is zo, het is sommige van jullie had geld ingezet in iets. En ja, is zo, het is die kwam achter wat mensen hebben gedaan. Zo, het is je had geld ingelend in iets en je verwacht een rendement. Je krijgt om te horen dat iemand heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus je gaat even stevig in je schoenen staan voor je geld. Akke wordt gepakt. Dus als je besluit om iemand telefoon of iets te gaan hacken, je wordt gepakt. Oké, okay? Ik zei het. Vrijdag is zeer positief. Heel veel van jullie gaat even uitstappen vrijdag. En ik zie beoordelen waar een situatie komt tot een eind. Ja, het is iets wat was zo. Het is je houdt daar vast aan. En nu kom je achter. Ja, dit moet ik echt verlos. Of laat los. Oké. Dus dat komt op in deze week. Het is een week waar je moet voor jezelf beslissen. Dus voor de weegschaal, mensen, even goed nadenken. Schrijf op. Weet je, manifesteer in deze weekend. Manifesteer is wanneer je schrijft op wat je wil, oké? Je intentie, dan schrijf je het op, oké? Waterman mensen, je krijgt steun in deze week. Voor sommige van jullie waterman mensen, je recognize dat daar was some sort of a lack van informatie, oké? En je krijgt steun in deze week. Tweeling, je moet balance even vinden. Echt tweeling, je moet op zoek naar balance in je leven. Balance in alles. Zet alles op een stap. En zoek balance in het leven. Namaste.